De Sint-Niklaassenbroers Jannik en Nicolas van de Velde zijn opgegroeid met een passie voor piano. Een passie die ze graag met hun geboortestad delen, want binnenkort kan je ze samen met de Wereldtop bewonderen op een groot festival rond pianomuziek. Binnenkort op 10, 11, 12 februari zal er in het centrum van Sint-Niklaas een festival doorgaan, Pianofest. We hebben voor dit driedaags nieuw festival een groot aantal grote artiesten, waaronder 4 laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd en zelfs de winnaar komt ook naar Sint-Niklaas. Ikzelf heb vorig jaar aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd deelgenomen. En daarna dacht ik eigenlijk, ja, ik ken veel mensen binnen de muziekwereld. Waarom zou ik niet iets doen in Sint-Niklaas, mijn geboortestad? Er zijn hier heel veel mogelijkheden. Er zullen 3 avondconcerten plaatsvinden in de casino. En de middagconcerten zullen in de salons plaatsvinden op zaterdag en zondag 11 en 12 februari. 10 februari vliegen we er eigenlijk direct in met een klepper van je welste. Severin van Eckerstein speelt namelijk een recital met ongelooflijk prachtige en verscheidene werken. Het tweede avondconcert, dit is het Nimrod Ensemble die zal spelen en die bestaat uit leden van de Berliner Philharmoniker. Op de laatste avond, op 12 november, halen we alles uit de kast. Hier spelen namelijk 3 laureaten van de Elisabeth-wedstrijd, Jean-Claude van den Einde, Jan Michiels en Daniel Bloementaal spelen samen met Yannick van de Velde, Amélie Dendal en ikzelf. En ik denk dat dit werkelijk een evenement is dat absoluut niet te missen is. Pianofest is eigenlijk geen typisch festival met alleen maar concerten. We proberen echt wel een meerwaarde te bieden aan het publiek. We zullen bijvoorbeeld inleidingen aan de concerten geven. Verder houden we ook een masterclass voor jonge pianisten. En we bieden ook jong talent een podium. Pianofest zal plaatsvinden in het centrum van Sint-Niklaas en is er ook gekomen mede door de stad Sint-Niklaas. We hebben ook de muziekacademie van Sint-Niklaas ter beschikking voor de faciliteiten voor de masterclass. Dus ik zou zeggen, deze 3 dagen, 10, 11, 12 februari, noteer ze alvast in uw agenda, want er zullen heel veel activiteiten gepland staan. Mis dit uniek festival niet op 10, 11 en 12 februari. Voor info en tickets surf naar pianofest.be.